iets met paardenmeisjes. En dat het altijd van die zeikwijven zijn. En dat je dan als ouder, dat je dan zo'n verzorgpony voor een paar honderd euro in de maand moet onderhouden. Dat dat kind dan die stal kan uitmesten en dat hol kan uitswifferen van zo'n paard. Of iets met een verzorgprostituee, dat is leuk. Een verzorgprostituee. En dat je er dan mee naar de dierenarts moet omdat ze moeite heeft met slikken.